Eendracht Aalst, onze Eendracht, gelijk wij die noemen in ons dialect. Onze Eendracht is een van de grote polen waar zoveel mensen achter staan, waar ze naar opkijken, waar ze van genieten. En naar buiten toe is het een ambassadeur. Ja, onze Eendracht is een ambassadeur. En een goeie. Ik span altijd de touwtje en dan blijf ik altijd loodrecht. Er zijn sommige mensen. Ik ga dan altijd mee op verplaatsing en ik zie dat ook soms. Het eerste wat ik doe, dat is gewoon naar de lijnen kijken. En als ik dan zie dat er wat kromme lijnen zijn, dan moet ik met een bult lachen. Ik zeg, allee, hoe is dat niet mogelijk? Allee, er zijn zoveel middelen voor mooie lijnen te trekken. Dan heb je voetballers die graag bij grote clubs willen spelen. Zou u het terrein van Anderlecht wel eens willen onderhouden? Ik zou dat wel eens graag willen doen. Ja, dat heeft altijd een droom geweest van mij, voor een keer eens de lijnen mogen te trekken of het groot onderhoud een keer te mogen doen. Nou, moet je kunnen betalen ook, hè. Maar dat is een droom. Bij Anderlecht een keer de lijnen trekken. Ja. Ik had al eens willen vragen, dus via een tv-uitzending, voor de een soort droomfabriek. Dat was altijd mijn droom geweest, voor eerst mogen de lijnen daar te trekken. Omdat er vele mensen denken dat ik hier een van de beste lijnen trek van het Belgisch voetbal. Daarom zou ik het eens graag willen bewijzen ook op het Grootveld. Ja. Voilà. Wat verkoopt u? Pensen en hamburgers, escargots, hotdogs. Ja, ik sta hier al 12 jaar. Wat is pens? Pens, dat is een braadworst, een soort braadworst. Specialiteit van de streek, hè, dat wordt hier gemaakt. Hè. Is het brood vers van vandaag? Ja, ja, zeker. Nooit oud. Nooit. Zeker easy. Nooit. Lieve gevoelen. Ja, is vers. Aha. Altijd. Dat doen we niet. Zeker niet. Hoe hebben die Nederlanders Van der Hoorn en Van Ankeren zich ingepast hier in de Aalse cultuur? Oh, zeer goed. Zeer goed. Ik moet zeggen, ik was er ook in het begin een beetje bevreesd voor, omdat ik een karakter als dusdanig niet kende. Maar men had mij gesteld dat dat nogal open, prettige figuren waren. Van Ankeren en Van der Hoorn? Ja, Van der Hoorn zeker. Van Ankeren nadien. Ik had gehoord, ja, die kunnen toch ook een beetje plezier maken. Dus dat zal wel lukken hier in Aalst. En we krijgen in ruil een vriendschap en ze amuseren zich. Je moest ze gezien hebben met carnaval. Dat is fantastisch, hè? Goed. Echte Aalstenaars geworden. Ze mogen niet blijven. Dit is een club die een beetje te vergelijken is met clubs als NAC en Heerenveen in Nederland. Dus waar alles mogelijk is en waar ook veel buiten het veld mogelijk is. Een club die dus graag feest viert. En daar hebben ze dit jaar al heel veel mogelijkheden voor gehad nu. Heel België heeft het over de beelden. Wat is dat voor jongen? Wat is dat voor speler? Ja, hij is een uitzonderlijk talent, denk ik. Ja. Ik heb met Gielhuis in zijn goede tijd, toen hij als jonge speler doorkwam. Duncan Ferguson in Dundee United, die nu bij Everton speelt. Was een jonge spits, maar ik denk dat de beelden toch wel zeer zeker in die categorie thuis hoort. En ik denk dat hij, als je met beide voetjes op de grond blijft staan, dat hij een schitterende carrière voor de boeg heeft. Het belangrijk is om gewoon jezelf te blijven en dan pas je automatisch ook gemakkelijker aan. Maar is dat makkelijk? Ik denk het wel, ja. Ik heb er tot nog toe nog altijd geen probleem mee. Ja, ik denk wel dat het een nuchtere jongen is. Ja. Ik denk niet iemand die echt gaat zweven en denkt dat hij alle Jezus is. Mm-hmm. Maar dat kunnen wij ook niet hebben in de groep. Wij kunnen niet iemand hebben die dus denkt dat hij iets meer is dan een ander. Is dat een clubkostuum? Nee, dat is voor carnaval. We zijn hier in Oost en het zijn hier allemaal vaste lauwen. Het zijn hier in Oost. Ja.
We van Stelhout vieren wij carnaval, maar hier is het op de Riendracht elke dag carnaval. Hè. We gaan hier gewoon binnen tegen Brugge en een beker door om een Brugge ook uitschakelen. Dat mensen komen hier allemaal voor de ambiance, voor het plezier. En, want wij maken geen lambra zijn. Wij zijn carnavalisten en oosteneers. En oosteneers zijn mensen die houden van Stelhout, maar ook van de voetbal. Je ziet dat we kunnen die vlees allemaal niet binnen. Hè. Hier is iedereen gelijk. Hier is iedereen gelijk. En verliezen wij vandaag, hè? En wat? We zingen wij nog. Verliezen of winnen, zingen doen ze altijd. Meneer De Hane, wat vindt u als Brugge-supporter van Eendracht Aalst tot nu toe? Ja, tot nu toe moet ik eerlijk zeggen dat ze zeer goed gespeeld hebben. En in zuivere kansen hebben ze zelfs meegeschaald. U heeft goed geslapen vannacht waarschijnlijk. Ik heb goed geslapen, ja. Oh ja, ik had gistermiddag wel zenuwen. Maar ik dacht, moeten wij nu tegen dat Brugge gaan verliezen? Ik dacht, nee, mijn pronostiek was 2-1. Dus ik gaf ze nog een paar goaltjes meer. Maar goed, het is 1-0 geworden, even goed. De 2 punten zijn binnen, 4-4 tegen Brugge. Ja, ja. De balkens maar binnen, als kampioen. En dan gaat dat verder.